Ik stuur gewoon op café en ik ga gewoon Flip de Smet aanwijzen. 14 maart 2015. We gaan vandaag op zoek naar handtekening nummer 7. Dat is die van Philippe de Smet. Philippe heeft een café, dus dat is Kroegentocht. Wilt jij misschien rijden vandaag? Nee. Mijn auto staat in de garage. Eerst via Antwerpen moeten rijden. Ja, nee, volg maar. Het is goed. Het is een balkje. Na een kleine omweg zijn we er eindelijk geraakt bij meneer de Smet. We gaan meteen naar binnen en we gaan hem om een handtekening vragen. Voilà, we staan hier in het café van meneer de Smet. En we gaan even kijken of hij thuis is. Ik zie hier, maar dat is niet hier. Je hebt het verkeerde adres, je moet in Tiam zijn. Ja. Chef? Dan gaan we misschien. Mogen we misschien twee pintjes? Oeps, verkeerde café. Ik had mij van adres vergist. Daar is het te doen. Niet zo erg, chef. We gaan nu eindelijk naar meneer de Smet. Wij gaan nu naar Smetje. Dag! Kijken of hij tijd heeft voor ons. Goedemiddag. We hebben nog gesproken met Philippe de Smet, hè? Ja. De rode duivel van vroeger. Is hij hier of... Philippe de Smet. Nog niet gezien. Maar hij werkt. Het is voor winkel, hè? We zijn hier in Sint-Louis winkel. Ja, Sint-Louis winkel. Ik vind het niet grappig, Jeff, man. Sorry. Mag ik misschien een watertje? Alweer verkeer. Laat je interview, hè? Sint Arnoldus café. Geef hoeveel Sint Arnoldus cafés er zijn, Jeff. S'nachts 20 minuten ijs. 20 minuten niet. 20 minuten ijs, 20 minuten niet. Ik weet niet. Het is beter van de wachten. Goed. Ja, en wij stonden. Voilà. Philippe Smet. Smetje voor de vrienden. Ja, we zijn er eindelijk geraakt hier in Sint-Arnoldus bij Philippe de Smet. De trapjes op. In de volksmond wordt dit café ook op de trapjes op genoemd. Maar we kijken heel erg uit naar het interview met meneer de Smet. Tot zo. Bye. In 1985, 20 november, herinner je je die dag nog? Ja, dat was voor mij dan die momenten in november waren helemaal hectisch, omdat we dan ook bezig waren een Europese match te spelen met Waregem, onder andere AC Milan uitgeschakeld ook, juist voor 20 november, maar 20 november blijft natuurlijk voor mij de dag dat ik mijn debuut maakte bij de Rode Duivels. En wat een debuut? En wat een debuut, direct tegen Nederland om naar de Wereldbeker te gaan. Zo. De Smet, en een goede voorzet naar hier, Keuleman, de eerste kans. Ik ben ziek geworden. Jij was slachtoffer van de toerista. Ja. En wat deed dat met jou? Oh, dat was, om proper te zeggen, dus overgeven. Van boven naar onder, ja. Dat zou je zeggen. Wij gingen samen weg en we gingen samen naar huis. Er gebeurde dat ik er één of twee. Maar als je zag, als je de twee zag van Waregem spelen, zag je er 7 of 8. Wij stuurden ons naar hier. Meneer Smet, u mag ons sturen naar de volgende speler van toen. Toeristiek Sint-Arnoldus, de man die zijn volk bier leerde drinken in de plaats van water. Hé, kameraad, en dat begon hier allemaal hier in de put.
de Sint-Arnoldus-put. En in de verte, de Sint-Arnoldus-kerk. Nee, de Sint-Arnoldus-kapel. Het domein Sint-Arnoldus. Ja, de Sint-Arnoldus-grot is erop. De Sint-Arnoldus-kerk. En het Sint-Arnoldus-park. De Sint-Arnoldus-paddenstoel. Ik aan hem nog eens denk dat hij ook aan mij denkt. Dat doen we eigenlijk wel, omdat we toch wel spitsbroeders waren. Hè? Dus, iedereen kende ons als de liefde aangever en dan de afwerker. En dat we toch ook wel samen veel van alles meegemaakt hebben. Dus, en dan ook samen Rode Duivel geworden in Nederland. Ja. Samen met Waregem. De finale gespeeld, of halve finales van deze week. Dan ook samen naar Mexico gegaan. Dus eigenlijk wel, wij gingen wel een beetje naar elkaar. Dus daar hebben we wel veel te danken en ik vind het wel fijn om dat te horen vandaag. Dus, Stuurde ons naar hier. Weer Smet, je mag ons sturen naar de volgende speler. Ja, Lijsters kan er niet in de kamer genoemd. Pak me even dat. Lijsters is er helaas niet meer. Maar we gaan naar Kim dan naar Is er misschien een boodschap die jij wil doorgeven aan Kim over Leijsters? Ja, pa, een fantastische gast was en die er altijd was als je hem belde of gelijk wat. Hij was altijd bereid voor iets te doen, ook nog kaarten onder andere voor wedstrijden daarna. Dus dat misschien, dus voor hem te bedanken. Ja. Dat is een fantastische papa. Ja, dat is heel mooi. Zoiets, ja. Filip, dankjewel dat je hier mocht zijn. Je gaat zo meteen de truitjes nog tekenen. Dankjewel. Voilà, handtekening nummer 7 is binnen. Philippe de Smet stuurt ons naar de dochter van Leij Kleijsters. En dat is Kip Kleijsters. En die zoektocht die begint ja, morgen, denk ik. Dag. Ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout.